finale. Zo meteen bestaat de eerste voor vandaag. Dat is de divisie A samen met de klasse 2. Voor hun eerste keer rijden vandaag 4 keer op punten. Dit is Andries Wilkens. Samen met Richard Gepken naar voren toe. En ook Jan-Gerrit Kloosterman, denk ik, die er van voren zat. Of was het Erwin Hoekstra? We zullen eens even kijken aan de andere kant. Het is nummer 82, denk ik. Het is Andries Wilkens met de nummer 7 op de eerste plaats. En dat is een achterwiel aangedreven auto. En tussendoor, daar komt hij tussen de stofwolken door. De nummer 82, jawel, van Erwin Hoekstra. Dan Richard Gepken, dan Aalse van der Wijn met de 101. Dan de 19 van Iris Hartsman. De 115 van Jansma, Rolof Keun. Dan de 585 van onze Michael Jansen uit Bonde, uit Duitsland. Daar is hij alweer. Wilkens op 1 met de nummer 7. Op 2 de 82 van Erwin Hoekstra. En op 3 de 367 van Richard Gepken. Dan daarachter op een vierde plaats, onder een van Aalseman erbij. En dan wachten we even op Iris Hartsman met de 19. Met kort daarachter de 115 van Jan Jansman. Dan Rolof Keun, Michael Jansen. De 79 van, even kijken wat was het ook alweer, Jelle Mellema. En daar staat er eentje in het greppel. De 287 van Jan-Gerrit Kloosterman. Hier hebben we Wilkens nog steeds op 1, Hoekstra op 2 en Gepken op 3. Oftewel de 07, de 82 en de 367. Van Gepken dus op die derde plaats. Op een vierde plek is het Aalse van der Meij met de 101. En op de vijfde de 115 van Jan Jansma. Daar hebben we Wilkens alweer. Met een mooie voorsprong met de nummers 07. Op de eerste plaats is het Andries Wilkens. Dan op de tweede plek is nog steeds Erwin Hoekstra. En de derde en de vierde is ook nog steeds hetzelfde. Richard Gepken en Aalse van der Meij. Dan we de laatste ronde ingaan. We rijden 6 ronden in de manches en 8 in de finale. Overkant van de baan bij de chicane, uitgangschicane, daar is hij al. Andries Wilkens krijgt nu te maken met de achterblijvers. En de eerste achterblijver is Iris Hartsman en hij pakt de volle met punten. De 0-7 van Andries Wilkens op de eerste plaats, op de tweede plaats. Edwin Hoekstra met de 82, dan Richard Gepke met de 367 op de derde. Een vierde plekje voor de 101 van Aalse van der Bij. En dan wachten we op de vijfde en de zesde. Op de vijfde is het Jan Jansma en op de zesde is het Rolof Keun. Dan Michael Jansen met de 585.